Zo, daar zijn we dan. Gaan we wat bekijken in een dorpje. Daar loopt een rivier en die gaat zo door de rots heen. Een kerkie. Daar beginnen. Dus, ik ben benieuwd. De water hoor je al, dus. Je Rozenkarts. Leuk. Ik zat er 11 bij. Dan hoop ik 11 minuten. Geen 11 kilometer. Rozenkartslucht. Anderhalf uur. Nou hoop ik dat hij nu begint. Want een liedje. Gaan kijken. Nou, ik zal zeggen, laten we beginnen. Het schijnt wel een aardige klim omhoog te zijn. En als het goed is, kan je boven met de bus gratis naar beneden. Dus daar gaan we dan maar vanuit.
Nou. Voor bukken. Ik heb nog zo gezegd, ik ga niet meer klimmen. Thank you. Zo kan het ook, hardlopend. Wel dat je moet uitkijken. Die stenen zijn best glad als je erop staat. Het is natuurlijk allemaal vochtig hier.
deze klauw ook. Kijk, het stoppen. Dat is van de kleintjes. Oh, ze gaat als paard. Wel zweetdruppels op de hoofd ook. Dan ben ik zo 10 minuten verder aanlopen. Alles gaat verstel omhoog. Maar dat vind ik echt niet leuk. Nee. Ik ga eens mijn jas uit doen. Zo. Broodjes. En water. Zo. Nou. Even gegeten, gedronken, dus de kinderen weer tegenaan. Jas even uit, want zo koud is het niet. Warm ook niet, maar goed. De vraag ook in dan? Nou nee.
Dus we moeten nu helemaal terug of we lopen helemaal door, maar anderhalf uur ging te ver. Kan je daar wel met een gratis taxi, kan je terug naar de parkeerplaats. Maar we lopen wel dezelfde weg terug. Dus gaan we op naar een grotere waterval. Met nog meer trappen naar boven. Tot zo.